Ja, René. Ik weet dat je erop zit te wachten. Natuurlijk kan een lied van mijzelf niet ontbreken hier. En dan is de keus gelijk al heel moeilijk. Ik ga nog even wat zien. Ja, ik kom net op tijd, hoor ik. Nee, ik zou even wat zingen. Anders waren we bijna de klos geweest, hè? Was hij bijna gaan zingen. Bedankt voor alles in ieder geval. Ja, dames en heren, u zal wel denken, wat krijgen we nou weer? Maar er komt zo... ze hebben mij even gevraagd. U weet allemaal dat deze avond... komt geheel ten goede, de baten daarvan komt ten goede... aan de stichting Help de Vrogertjes de Winter Door. En dat gunnen we ze natuurlijk van harte. Maar alvorens ik het eindbedrag bekend ga maken... heb ik toch nog even een verrassing. En dit keer een echte verrassing, want ik hoorde de hele avond al... nou, nee, er komt een verrassing. Ik denk, nou, die leest zeker geen kranten. En in ieder geval heb ik hier dus de verrassing. En dat wist hij echt niet. Want er komt namelijk, dames en heren... ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van René Vroger... een vierdubbel DVD. En dit is het eerste exemplaar. Dat mag ik nu aan hem gaan uitreiken... Vier dvd's met al zijn, alles wat hij gedaan heeft van nu en van vroeger. En er staan hele oude dingen ook. Er staan zelfs nog optreden in de André van Duin Show. Dus ik kan nagaan wat een oude tilp erop staat in ieder geval. Maar hij krijgt deze. En omdat het allemaal oude dingen zijn, heet deze dvd, vierdubbel dvd, heet ook René Vroeger. Dat is een beetje moeilijk uit. Kan u hem even, als u hem even doorgeeft... Dan even doorgeven over het hoofd. Zo, naar René. Dan pakt hij hem. Ja, gewoon doorgeven. Gewoon door. Dan pakt hij hem aan. Doorgeven. Hallo. Gewoon doorgeven. Doorgeven zo. Even doorgeven over. Ja, door. En zo naar René toe. Dan pakt René hem wel aan. Want die pakt alles aan als het voor niks is. En dan heb ik intussen. Doorgeven, is die er al? Heb ik nog een geweldig. Ik mag wel zeggen, een scoop. Een scoop heb ik nog. Voor de, is hij er al? Ja, oh, hij heeft hem. Hij is aanwezig, dames en heren. Kijk eens even. De vierdubbel CD. Hartelijk gefeliciteerd. Ik heb hier de dvd'tjes. Want dat vertrouwde ik niet helemaal met het doorgeven. Ja. Zet ze maar op Marktplaats. Maar ik heb nog even een geweldige scoop, dames en heren. Want er is ook bekend geworden... dat René gaat binnenkort samenwerken met O.O. Gerzo. Onder de naam Vrogertje en Jokertje. Dus dat kan een lekker stel worden. Goed, ja, dames en heren, feest, 50 jaar René Vroger. Dat is toch heel bijzonder. Ik moet zeggen, ik ken hem ook al 50 jaar. Want ik was bij zijn geboorte aanwezig... Hij is geboren met de keizersnee. Dat kan je nog steeds een beetje aan hem werken. Als hij uit de auto stapt, neemt hij altijd het schuifdak. Maar ik ben dus 50 jaar fan van hem. En nog steeds iedere keer als ik hem zie optreden... dan krijg ik de tranen in mijn ogen. Mag ik wel even zeggen misschien. Tranen als hij staat te zingen. Dan zie ik hem bijvoorbeeld in het stadion. En dan staat hij in die smoking. En dan midden op de stip in het stadion. En dan zegt hij... You never walk alone. Al die lage tonen, daar is hij best in. Meneer Wijsbeens, dat is geen liedje van René, hoor. Is dat René Vroger niet? Nee. Oh. Nou ja, dat kan ook aan mij liggen. Ik zit namelijk nog altijd nogal hoog in het stadion. Zie ik meestal in de bovenste ring zit ik. Ik heb altijd zo'n kaartje van beperkt zicht, weet je wel. Had vorig jaar bij de Vroger, bij de toppers was die voorstelling, toen was Gerard Joling was er niet bij. Was alleen Gordon Warden. Had ik een kaartje beperkt nicht. Maar ja, maar in ieder geval. Ik hou van René. Nou, anders was ik ook niet gekomen natuurlijk. En als u nou aan mij zou vragen... wat vind je nou het mooiste nummer van René? Allemaal mooi natuurlijk. Maar het allermooiste nummer vind ik... Winter in America.
schitterende lange intro. Wat ze nu gaan starten, hoop ik. Ja, waar ik dat mooie blauwe licht bij zou krijgen. Mooi, hè? En het is ook zo warm wat hij zingt, want het is ook koud in Amerika. Het is ijskoud, ben je nooit geweest in Amerika? Ik was er afgelopen kerst in Amerika, het was zo koud. Ik heb twee keer in mijn broek moeten scheiden om het een beetje warm te krijgen. Het was zo maar ik hou van René. Hij heeft veel bereikt, en dat gun ik hem ook. Ik bedoel, hij heeft meer bereikt dan ik, maar ik kom niet tekort. Ik zal niet zeggen dat ik iets tekort kom. Ik zal niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, ga ik even naar de markt voor een mond gebakken vis. Afijn, dat doe ik niet altijd, hoor. Ik hou niet zo van vis. Nee, ik ben meer een vleesman. Ja, vlees, dat rijmde weer niet op als de smaak van honger is, natuurlijk. Ik hoorde toevallig net even. Het is van vlees en het ruikt naar vis. De visboer. Uitgeven. Ik hoorde hem net, ik denk, ik geef hem door. En in ieder geval, om even aan te geven dat ik een gelukkig mens ben. Ik zou maar zeggen, stel nou dat ik morgen geen zin zou hebben om te werken. Dan zou je zeggen, hoe kan je dat nou weten dat je morgen geen zin hebt om te werken? Maar dat is bij mij nogal makkelijker, want ik heb nooit geen zin om te werken. Maar dan stel ik al mijn werk gewoon tot morgen uit. Echt waar. En als de kleuren van mijn huis me irriteren. Dat heb je toch wel eens, dat de kleuren van je huis. Denk je, godverdamme, dat irriteren van huis. Heb ik een buurman? Die bel ik op. Ik zeg, god Henk, de kleuren van mijn huis irriteren me zo. Binnen een uur had hij mijn hele huis paars. Paars. Hij zegt, hoe vind je het? Hoe vind je het zelf? Hij zegt, ik heb geen idee, ik ben kleurenblind. Paars. Ja, ik heb meer van die gekke dingen. Vandaag ook nog, vandaag. Ik kocht mijn derde videorecorder, hè. En er was een aanbieding. Omdat tegenwoordig worden er geen videorecorders meer verkocht natuurlijk. Iedereen heeft een DVD. Dus bij aankoop van twee videorecorders kregen er nog een derde gratis bij. Van nu af aan is er dus geen programma meer dat ik mis. Ik heb alles drie keer. Maar goed, in ieder geval, ik ben een gelukkig mens. Alles kan een mens gelukkig maken. Alles kan een mens gelukkig maken. Hoort er allemaal bij, hè? Alles kan een mens gelukkig maken. Dus, wacht even. Ja. Alles kan een mens gelukkig maken. Een zingende kerel, zijn naam is René. Alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee.